In mei van dit jaar hebben we een reportage gemaakt van het Roperun-team Blieven Lopen Zittert. Zij konden in dat weekend een cheque van 47.000 euro overhandigen voor de renovatie van de hospice De Bronnenhof in Born. In het eerste weekend van oktober liep het team opnieuw. We spraken op de wisselplaats in Born met Jan Deus. Ja, we hebben goed ons best gedaan om De Bronnenhof en de goede doelen mens achter de patiënt, om die een bijdrage te kunnen presenteren. Maar dank aan het team, maar ook aan Roperun natuurlijk. En ja, een mooi bedrag lijkt me, ja. Ja, het is een lange loop. Het is vandaag zaterdag, maar jullie gaan door tot de zondag. Ja, we hebben 306 kilometer voor de boeg. We zitten van hier op punt nummer 60. We gaan straks naar Weert en dan naar Eindhoven, Venlo, Roermond. En dan hebben we 300 kilometer dag en nacht gehad. Ja, ja. Ja, heel erg vermoeiend. Dat is weinig slaap voor de deelnemers en voor de volgers. Nee, slapen doen we niet veel, denk ik. Misschien eventjes plat. Maar iedereen heeft genoeg adrenaline om dat anderhalve dag, twee dagen vol te houden. In Pinksteren dan 22 gaan we weer naar Parijs. Dat is wel de bedoeling. En dan is het nog een dag langer. En misschien een ideale voorbereiding voor ons team. Ja, ja, want het is eigenlijk Europa is Rotterdam-Parijs. Het is eigenlijk Rotterdam-Parijs. Maar na een jaar of vijf hebben ze dat omgedraaid. Is het Parijs-Rotterdam geworden. Dus dan starten we in Parijs en rennen we naar Rotterdam. En dat zijn dan 530 kilometer ongeveer. Nicole, teamcaptain. Leg eens uit, wat doet een teamcaptain? Ja, een teamcaptain doet eigenlijk ervoor zorgen dat het hele zootje een beetje goed loopt. Hè? Dus de lopers, de wissels goed lopen. Het andere team weer op tijd vertrekt, opstaat, wakker is, gegeten heeft. Alle spullen bij elkaar heeft. En behoudt eigenlijk de contacten met teams onderweg en ook het team hier. Dus eigenlijk een beetje de coördinerende functie. Een hele logistieke operatie dan? Een hele logistieke operatie, ja. Ja, jij zult ook meer reizen. Je gaat ook meer dan 300 kilometer maken vandaag en morgen. Ja, we gaan eigenlijk steeds naar elke wisselplek en dan zetten we de boel weer op. En alles wordt weer uitgestald, het eten, de catering. En iedereen verzorgd, gemasseerd. Dat allemaal eigenlijk. Ja, je moet een hele medische staf ook erbij hebben, hè? Ja, want uiteindelijk gaat het wel de kilometertjes en het weer en het hele ritme wat voor ontregeld is, gaat het lijf toch wel wat voelen, denk ik, ja. Maar het weer speelt gelukkig een goede rol mee, hè? Ja, tot nu toe hebben we geluk. We zijn een droog gestart, dus daar gaan we nu wel vanuit. Dus hopelijk zo lang mogelijk droog, dat is wel het fijnste. En hoe laat verwachten jullie morgen in Landgraaf te zijn? Ja, we liggen nu voor op schema. We zouden eigenlijk rond 2:45 in Landgraaf zijn, maar we liggen nu al 3 kwartier, zeker al voor. Dus we zijn goed aan het doorlopen. Ja, Blieven Lopen Zittert. Is jullie vereniging voortgekomen uit het Trevianum? Een lange historie. Ja, we hebben gisteren een barbecue gehad. Toen hebben we de oude organisatoren er nog even bij gehad. Astrid Vemer was toen een van de eerste. En Pieter Zeijen, die hebben we nog in het zonnetje gezet. 2006 was de eerste versie van de Roperun Trevianum. Die hebben dat gedaan tot 2016 ongeveer. En daarna is dat overgegaan in een... een gewone stichting. En die roots die zijn nog steeds Trevianum. En goed, we hebben nu een nieuw team opgebouwd. Met allemaal mensen uit onze westelijke mijnstreek. Met een paar goede sponsors uit de westelijke mijnstreek. En we gaan dat op de kaart zetten. Ja, mooi truitje van de Roperun 2021. Alle namen staan erop van de mensen die meehelpen. Maar jij staat er niet op. Hoe kan dat? Ja, klopt. Ik ben invaller. Er was iemand die uit is gevallen en hebben ze mij gevraagd voor deel te nemen aan de Roperun. En wat is jouw persoonlijke doelstelling om hier aan mee te doen? Ik werk zelf als fysiotherapeute. Dus ik zie heel veel mensen die ook in de palliatieve fase vanuit kanker betrokken zijn. Mijn doelstelling is om deze mensen te helpen in dingen die ze nodig hebben. Wij halen een bepaald bedrag op en dan, dat steunen wij de mensen met kanker. Een hele opgave van zaterdag tot en met zondagmiddag daar lopen. Hoe houd je dat vol? Goede voorbereiding is het halve werk, zeggen ze. Dus we worden goed verzorgd. We hebben een paar lopen van tevoren al met elkaar gedaan. We kennen elkaar. En goede motivatie. En hoeveel kilometers leg jij zelf lopend af? Het doel is 300 kilometer. En dat verdelen we over 8 lopers ongeveer. Dus het zal zijn 75, iets minder. En ja, je bent nu nog... Je hebt er 60 op zitten, maar begin je al wat te voelen? Misschien blaarvorming of spierpijn in de kuiten? Nee, nog niks. Nee, ik heb nog geen klachten aan het lopen overgehouden. En hoe is de support langs de kanten?
Supergoed, echt. Mensen die klappen, andere teams, supporteren. Bijna iedereen is wel bekend met de roperen, zeker in de hardloopwedstrijden of in de hardloopwereld. Dus de supporting is echt goed. Dan wens ik je heel veel succes toe. Ja, dankjewel. Het Blieven Lopen team, uit hoeveel personen bestaat dat? We zijn op dit moment met 23. We hebben 8 lopers op dit moment actief, dus die zijn aan het lopen. 4 fietsers die de stoet begeleiden. En dan hebben we de masseurs, 2 chauffeurs, want die bussen moeten allemaal rijden. We hebben de mensen aan de catering die hier achter zitten. De fotograaf die onderweg is. Dus met totaal zijn we met 23 op dit moment. En wat is de doelstelling voor jullie voor dit weekend? Nou ja, we willen netjes op tijd binnenkomen, dat is natuurlijk 1. En dan hopen we onze bijdrage geleverd te hebben voor de Europa Run. En dan hopen we dat we in elk geval zo'n team spirit opgebouwd hebben dat we een goede doorstart kunnen maken naar volgend jaar.